Goedenavond, luisteraars in de studio. Goedenavond, luisteraars in de huiskamer. Het is weer zaterdag, het is weer 9 uur. Dus tijd voor Negenheid de Klok. De klok. U hoort ze 9 slagen op alle zaterdagen. Tijd voor negenheid de klok. In heel ons land is negenheid de klok. We gaan een uurwerk bouwen. In ons land gaat niemand mis. Ieder weet hoe laat het is. Daar kun je op vertrouwen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Negenheid de klok. De klok heet 9. 9 heet de Friese klok. De staande klok. Grootvaders klok. De klokken van Corneville. De klok van Arnemuiden. Het is alles klok wat de klok slaat. Hij zat al jaren op het kantoor van het spooremplacement en leefde enkel op de klok. Dat was hij zo gewend. Zijn dagindeling was precies een treindienstregeling. Van tel tot tel, van uur tot uur, stond alles op dat ding. Hij leefde een leven heel apart, een leven op doodspoor. Het woordje trouw en zo meer kwam niet op het lijstje voor. Want de klok bij het station, waar je steeds op bouwen kon, gaf secuur ieder uur aan hem door. En precies in de maat, nooit te vroeg, nooit te laat, sjouwde Jansen, suffe Jansen. Sjouwde suffe Jansen eeuwig in het spoor. Als het klokje 's morgens 7 sloeg, klom Jansen uit zijn bed, benutte de beschikbare tijd, op het lijstje uitgezet. Hij at en dronk volgens tabel in nauwelijks 3 kwartier en stond precies om 7:45 voor het huis van de barbier. Zo leefde Jansen dag na dag, zijn leventje vol sleur. Een stipt, correct, fatsoenlijk man,
maar eentje zonder fleur. Want de klok bij het station, waar je steeds op bouwen kon, gaf secuur ieder uur aan hem door. En precies in de maat, nooit te vroeg, nooit te laat, sjouwde Jansen, suffe Jansen, sjouwde suffe Jansen eeuwig in het spoor. Hij zat al jaren op het kantoor en keek slechts naar de klok. Tot plotseling een ander ding verbaasd zijn aandacht trok. Ze zat vlak naast hem op het bureau van het spooraanplacement. En nu, na jaren van de klok, had hij haar pas herkend. Hij kreeg een kleur en vroeg bedeesd: juffrouw, om 8:10 draait er een film in Odeon. Gaan wij daar samen zien? Want de klok bij het station, waar je steeds op bouwen kon, gaf secuur ieder uur aan hem door. En compleet uit de maat, nooit te vroeg, steeds te laat, loopt zo'n Jansen, suffe Jansen, loopt zo'n suffe Jansen één keer uit het spoor. Hadi Marjan, kind, wat heb ik jou in tijden niet gezien. Hoe gaat het met je? Oh, zo'n gangetje. Hoe lang is het nou alweer geleden dat wij bij elkaar in de klas zaten? Oh, dat weet ik niet zo precies. Maar in ieder geval jaren. Ja, en toch weet ik me als de dag van gisteren te herinneren dat jij iedere morgen te laat op school kwam. Ja, mijn klokje liep vaak achter. Zit jij nog altijd op dat exportbureau? Oh, nee, daar ben ik al lang niet meer. Beviel het je niet? Mij wel, maar hun niet. Ook daar liep mijn horloge vaak achter. Zo. Dus jij kreeg de bons. Ja. En wat doe je nu voor de kost? Ik? Oh, niks. Dus je renteniert? Nee, maar zonder werk. Nooit weer een baas gehad? Oh, ja, zeker. Bazen genoeg. Van het exportbureau kwam ik bij de spoorwegen. En? Nou, wegens herhaaldelijk laat komen ontslagen. Toen ben ik mijn leven gaan beteren. Ik zette mijn horloge een half uur vooruit. Dat was een goed idee van jou. Nee, dat was het niet. Want nou ben ik weer ontslagen. Wat vertel je me nu? Weer te laat? Nee, te vroeg. Ik ging te vroeg naar huis. Klok, 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 alweer een ei. Nee, ei, alweer een klok. Grootvaders klok. Thank you.
Dat was grootvaders klok. En als ik aan grootvaders denk, dan denk ik bij ons aan de oude Bart Jaanse. Dat is eigenlijk wel de schoonste grootvader die wij ooit gehad hebben. De oude Bart Jaanse was vroeger des waar, al was hij nog recht als een plank. Een brak van een mens, want hij was een barbaar, als hij had geproefd van de drank. Dan kwam hij in dagense wijlen niet thuis, dan kreeg hij niet uit het café. En zwalkte hij eindelijk weer eens naar huis, dan was het op in zijn portemonnee. Maar als hij zijn kleinkinder zag op de straat, dan had hij voor niks of voor niemand nog praat. Dan knoogde de spijt aan zijn hart. Dan nam hij ze mee naar een snoepkroeg en zei, geloof dat zijn grootvader toch nog wij. Toen verstak hij een kwartje apart. Hij kost nog goed werken. Hij was nog kort dood en lui was hij nooit nog geweest. Hij ploeterde soms wekenlang, vroeg en laat, dan deed hij bijzonder zijn best. Maar had hij dan zo al een orige duit, dan werd het hem thuis toch te weer. Dan trok hij ineens, zonder erg, er weer uit. En dan dronk hij zijn eigen doodarm. Maar als hij zijn kleinkinder zag op de straat, dan had hij voor niks of voor niemand nog brood. Dan knoogde de spijt aan zijn hart. Dan nam hij ze mee naar een snoepkroeg en zei, ik geloof dat zijn grootvader toch nog wij. Toen verstak hij een kwartje apart. Hij was voor zijn enigste dochter een kruis. Hij had ze vol schaamte al gebracht. Er was later niks te verwachten van thuis, maar daar had ze nooit aan gedacht. En toen, op een keer, na een goeie zat erbij, toen klopte de dood bij hem om. Hij gaf heel zijn leven aan iedereen den brui, maar toen liet hij toch snikkend een troon. En toen hij zijn kleinkinder zag aan zijn bed, toen wees hij naar het looike in het oude kamenet en kwam het hem weer aan zijn hart. Wij door in is, zee, dat is voor jullie twee. Geloof dat zijn grootvader toch nog wij. Toch verstak hij altijd we apart. Dat was eigenlijk een ongelukkige grootvader die een klein beetje te veel aan de drank gelegen liet. Maar zo hebben we nog een grootvader bij ons. En dat is de oude grootvader Stroek. Dat is er ook een. Onze grootvader Stroek gewoon nog vief en nog kloek. En zo rijkt als een keers met de vouw nog in zijn broek. Want hij is nog op en top, meneer. Als je hem ziet, het is een Piet die van het leven nog geniet. Zoals het heurt, dat strekt hem tot zijn eer. Iedere zondag is Stroek in het Zwaantje op den Hoek. Denk maar niet dat hij er ooit mankeert. Want ik hou, zit hij nou, dan heeft hem dat geleerd. Mijn klukske keren goed gesmeerd. Oude taaie, hou doe klukske aan de gang. Je moet zo nog maar door blijven gaan. Laat maar waaien en het duurt misschien nog lang voordat stil blijft staan. Op een keer was hij ziek en het was heel kritiek. Want een dokter die kwam, maar die was niet sympathiek. Want hij moest een borrel laten staan. Maar per maand en een straand met recept nog in zijn hand, ging hij recht weer binnen in de zwan. En de hospes zei vlug, geef dat briefje maar weer terug. En hij zette er gauw weer achterom. Van jouw stank, drank, zijn er veel dood gegaan. De mijne hij nooit wat gedaan.
Oude taaien, hou de klokske aan de gang. Je moet zo nog maar door blijven gaan. Laat maar waaien en het duurt misschien nog lang voordat stil blijft staan. Ik was vroeger, zei hij, ook al overal bij. En hij noemt de artiesten nog allemaal op een rij. Die hier vroeger kwamen soms in Ries. Ieder net cabaret, variété en operet. Door van weet die alles nog precies. Hij zei altijd, ik heb nog lak aan iedereen. Want och, ik doe het toch maar aan één plek verkies. Des geen schaamt. Want vroeger al happy swiss, mens durft te leven als de vis. Oude taaien, hou de klokken aan de gang, je moet zo nog maar door blijven gaan. Laat maar waaien en het duurt misschien nog lang, voor dit stil blijft staan. Hallo, hey, zeg, zonneknol, wacht nou even, zeg. Doe nou, wacht even. Bedoelt u mij? Ja, jouw kerel, je kent me toch nog wel? Kaasneus, van de lagere school. Zeg, zonneknol, wat me vandaag is gebeurd, dat is me nog nooit overkomen. Oh ja, wat is dat dan? Ik ben een zoon. Ik bedoel, ik heb een vader. Nee, Ben je een klein beetje zenuwachtig? Zenuwachtig. Ik ben helemaal niet zenuwachtig. Oh nee? Nou, wat is je dan nog nooit over? Ik ben vandaag de zoon van een vader. Nee, de vader van een zoon. Ja, nou begrijp ik het. Ja. Zeker voor de eerste keer, hè? Ja, en met één van acht. Wat dan? 8 pond, waar krijg je dat? Ik bedoel, wie heeft zoiets? Nou, kerel, van harte geluk gewenst met je zoon. Dank je. Zeg, en hij lijkt sprekend op. Nee. Ja. Hij heeft net zulke blauwe ogen, zeg. En oren. Oh ja, heeft hij oren ook? Ja, 2. Aan iedere kant 1. Jongen. Dat is nog niet alles. Wanneer? Nee, het is een wonderkind. Een wonderkind ook, nee. Ja. Oh, je moet horen schreeuwen, zeg. Wat schreef hij ook al? Ja, maar niet als gewone kinderen. Wanneer? Nee, veel harder. Het is een reuze bij de hand kind voor zijn leeftijd. Nee, hoe oud is hij dan nou? Even kijken. Huh? Waarom kijk je daarvoor op je horloge? Ja, natuurlijk. Hij is precies 56, 57, 58, 69, 9 uur en 43 minuten oud. Jongen, wat een tijd, hè? Ja, wat gaat dat vlug, hè? Zo ben je niks, zo ben je vader. Ja, dat is je wat, hè? Zeg, zonneknol, ben jij al vader? Nee, zeg maar. Nee, man, je weet niet wat je mist, hè? Je weet eenvoudig niet wat je mist. Het is iets wat ik je absoluut kan aanbevelen. Je bent meteen een heel ander mens. Ja, dat merk ik. Ja, dan moet je natuurlijk niet teleurgesteld zijn als jouw zoon niet zo knap was als de mijne. Want dat kan natuurlijk niet. Nee. Eén kan er maar de knapste zijn. Ja, die heb ik nou toevallig, hè? Sorry. Zeg, zonneknol, hoe heet je ook alweer van je voornaam? Mijn voornaam? Simon. Simon Kaasneus. Simon Kaasneus, van een prachtnaam, zeg. Vind je dat niet goed klinken? Ja, dat klinkt wel, maar... Niks te maken. Ik heb jou altijd een sympathieke vent gevonden. En weet je wat ik van jou maak? Nou? Ik maak van jou een peetoom. De mooiste peetoom van de mooiste baby van de wereld. Jij zegt dat vind ik natuurlijk wel erg. Niet tegenstribbelen. Ik vind het al zielig genoeg voor je dat je zelf niet zo'n zoon hebt. Maar nou heb je dan tenminste een peetzoon. En wat voor een. Ja, zo, maar ik ben... Jij bent oom Simon en daarmee uit. En dat blijf je, dan kom je niet meer af. En ik ga het nou meteen aangeven bij de politie, de burgerlijke stand. Salut. Dag, oude zonneknol. Ja, luister dan. Nee, ik luister niks. Dag, oom Simon. Simon Kaasneus. Wat de naam. Nou is hij weg. Maar ik heb hem helemaal niet kunnen vertellen. Dat ik die zonnebloem niet ben. He. Het wordt maar steeds later. Tja, dat dank je de koekoek. Een koekoeksklokje op mijn zolderkamer. Op mijn zolderkamer onder het hoge dak. En als staat een Friese klok een stuk voornamer. Die zegt niet zo fijn koekoek, zo genoegelijk. Die tikt het niet zo gezellig tegen taal. Ik heb geen antiek en ik heb geen blauwe borden op mijn zolderkamer aan de wand.
Maar ik heb een alleraardigst koekoeksklokje. Dat heb ik meegebracht uit Zwitserland. Ik kocht het van mijn laatste francs. Het was beslist niet duur. En het waarschuwt zo gezellig iedereen een half uur. Heb een koekoeksklokje op mijn zolderkamer. Op mijn zolderkamer onder het hoge dak. En als daar een Friese klok niet stuk voor namen, die zegt niet zo fijn, zo genoegelijk. En die tikt niet zo gezellig dikke taak. Ik heb geen hond en geen geel kanariepietje. Als ik s'avonds thuis kom van kantoor. En toch leeft er iets daar op mijn zolderkamer. Daar zorgt mijn trouwe koekoeksklokje voor. Dat tiktakt mij een welkom toe, dat geeft mijn leven fleur. De koekoek luurt nieuwsgierig om het hoekje van de deur. Heb een koekoeksklokje op mijn zolderkamer. Zonder kamer onder het hoge dak. En als staat een Friese klok een stuk voor namen. Die zegt niet zo fijn, zo genoegelijk. En die heeft niet zo gezellig dikke dag. Ieder heeft een eigen klok. Maar voor ons allen tikt dezelfde klok. Het klokje van gehoorzaamheid. Wanneer je kind bent en aan tafel nog bij de grote mensen zitten mag, dan hoop je dus dat ze vergeten, je wilt niet scheiden van de dag. Je wilt nog met je speelgoed spelen, een donker bedje schrikt je af. En je bent blij als met een wonder dat papsje nog wat uitstel had. Maar midden in je kinderpret roept moeder, het is de hoogste tijd. Het klokje van gehoorzaamheid slaat 7 uur en dus naar bed. Wanneer je mens bent en moet werken, komt het naar bed gaan meestal veel te laat. En zou je graag nog blijven liggen, als 's morgens vroeg de wekker gaat. Je zou nog graag een beetje dromen, het daagse leven schrikt je af. Je haat, en dat is heus geen wonder, die wekker die geen uitstel gaf. Oh, die wekker raalt tot ijskoud door. En roept, het is de hoogste tijd. Het klokje van gehoorzaamheid slaat 7 uur. En dus kan toe. Wanneer je oud bent en na het werken de zoete rust geniet van de oude dag, dan hoop je dat je wordt vergeten en dat je nog wat blijven mag. Je zou de tijd graag tegenhouden, omdat je nog niet slapen wil. Maar eenmaal, en dan helpt geen wonderen, staat een versleten uurwerk stil.
dan slaapt voor het laatst toch onverwacht in al zijn onverbiddelijkheid het klokje van gehoorzaamheid. Het is je tijd en dus land in zicht en onze ogen staren naar de kust die lokkend op ons wacht. Als de klok van Arnhemuiden welkom thuis voor ons zal luien, soms vermengd met droefenis. Als een schip op zee gebleven is. Wendt het roer, we komen thuis gevaren. Rijk was de buit, maar bang en zwaar. Land in zicht en onze ogen staren naar de kust die lokkend op ons wacht. Als de klok van Arnhemuiden welkom thuis voor ons zal luien. Soms vermengd met oefenis. Als een schip op zee gebleven is. Dames en heren, om u duidelijk te maken hoe wij tot het volgende gedeelte van ons programma komen, moet ik u eerst een brief laten voorlezen. Ach, juffrouw Groen, wilt u misschien zo vriendelijk zijn? Jazeker, meneer. Geachte KRO-leiders, uw tijding dat u me bij uw radio-estafette-wedstrijden voorlopig niet kunt plaatsen, ontvangen. Dat dacht ik wel. En mevrouw ook, die zei al van voren, mensen als jij krijgen toch geen kans om voor de eter te spreken. Nou vraag ik u. Wat mankeert er aan me? Elke keer als dat er zo'n soort radiospelletje is, zit ik ernaast. Nou las ik dat er een negenheid de klok was over klokken. Ik verkoop en repareer zelf klokken. Zou het nou niet eens mogelijk zijn dat u mij eens over klokken interviewde? Nee, zeker hè? Dat zegt mevrouw ook. Zo'n heen en weer gesprek is alleen voor vriendjes van de radio. Ik heb geen vriendjes, meneer, maar wel klokkies. En daar heb ik verstand van. Van zo'n interview met mij zouden de luisteraars ook eens wat kunnen opsteken. Ik ben benieuwd wat u antwoordt. Hoogachtend J. van Swieten, zonder radiovriendjes. PS, voor de rest heb ik over de KRO niks te klagen. Dit was de brief. Hoewel zeer ongebruikelijk, hebben wij gemeend één keer eens een grote uitzondering te moeten maken om tenminste één volkomen tevreden luisteraar te bezitten. Ja, meneer van Swieten, komt u maar iets dichterbij. Gaat uw gang. Ja,
Moet ik al, meneer? Nou, moeten niet, maar weet u, wij kunnen u hier beter verstaan en dat was toch de bedoeling, niet? Nou, meer van mevrouw, meneer. Ja, maar u hebt toch die brief geschreven? Geschreven wel, ja, maar mevrouw, ziet u... Wat is er met uw vrouw? Niks, die is best in orde, maar... Maar ik wou maar zeggen, die heeft me er eigenlijk toe opgezet. Aangezet bedoel ik. Aha. Ja, ja, ze zei dat dit meteen een reuze reclame voor mijn winkel kon zijn, weet u? U weet toch dat ik een klokkenwinkel op de hoek van de Kleistraat hier in Hilversum heb, nietwaar? En nou dacht mevrouw dat als ik nou voor de eter kwam, ik misschien zo even terloops over mijn winkeltje op de hoek van de Kleistraat het kon hebben, hè? Maar ik zeg nog tegen haar, over mijn winkel op de hoek van de Kleistraat al hier mag ik natuurlijk voor de radio niet spreken, hè? Nee, meneer Van Swieten, inderdaad, dit mag u niet. Ik moet u erop attent maken dat reclame in welke vorm dan ook voor de radio is verboden. Ja, natuurlijk, meneer. Ja, ja, ik zal het dan ook wel uit mijn hoofd laten, hoor. Om hier wat over mijn klokkenwinkeltje op de hoek van de Kleistraat te zeggen. Maar mevrouw dacht dat ik over mijn winkel... Ja, 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 meneer Van Swieten, ik geloof dat ik u begrijp. Ja. Als ik u vragen mag. Dat mag u. Ach, ja. Ja, pardon. U schreef mij, u had verstand van klokken. Ja, dat is nogal wiedes, hè, meneer. Als u bij mij op het hoekje van de Kleistraat kwam, dan zou u staan kijken over de soorten klokken, hè, die ik daar in mijn winkel heb. Waarom, meneer Van Swieten, zou ik daar staan kijken? Nou, van de goedkope prijzen, meneer. Ik heb een heel aardig wekkertje bijvoorbeeld van 4,50. Ja, meneer Van Swieten, die prijzen van uw wekkers interesseren mij niet in het minst. Oh, maar ik heb ook reuzenschappelijke hangklokjes. Meneer Van Swieten, mag ik u verzoeken om alleen antwoord te geven op die vragen welke door mij aan u worden gesteld? Oh, vraagt u maar, hoor. Ik heb van alles. Ik zou u graag in het belang van onze luisteraars enkele technische vragen willen stellen. Bijvoorbeeld deze. Ja, meneer. Moet men horloges of klokken opwinden voordat men 's avonds te rusten gaat? Of kan men dit ook doen op een vastgestelde tijd overdag? Wat is dus volgens u als vakman het meest geschikte ogenblik om een horloge op te winden? Als het stilstaat. Ja, kijk, dit kun je toch beter voorkomen door het op bepaalde tijden op te winden. Bijvoorbeeld, neem mijzelf, ik heb een pendule. Heeft u een pendule? Ja, en als ik die niet op tijd opwind, dan raakt dat ding van slag af. Wat moet ik nu doen in dit geval? Oh, meneer, bij mij een elektrische klok kopen. Ik heb in de Kleistraat al hier, hè, een hele goeie. En heus niet voor zo'n gekke prijs, meneer, hoor. Meneer Van Swieten, nogmaals, wat u in uw winkel hebt... Op de hoek van de Kleistraat, meneer. Dat interesseert ons niet in het minste. Wij willen hier alleen uw advies als vakman in het belang van onze luisteraars. Nou, het beste advies dat ik ze kan geven, meneer, dat is dat ze bij mij... Als u nu weer over die winkel van u op de hoek van de Kleistraat begint, meneer Van Swieten, dan moet ik tot mijn spijt dit interview afsluiten. Ik wou het helemaal niet zo over mijn winkel op de hoek van de Kleistraat hebben. Ja, meneer Kleihoek, meneer Klokkenstraat... Van Swieten heet ik. Op de hoek van de Kleistraat heb ik mijn klokken... Ja, natuurlijk, meneer Van Swieten, jazeker, ja. De veer nu van een polshorloge. Wat voor polshorloge? Ja, wat maakt dat nu uit? Oh, dat moet u niet zeggen, hoor. Ik heb ze bij mij in de winkel al van 8 gulden. Maar ik heb ze ook van 80, hoor. Hoewel ik die van 12,50 best aan de luisteraars kan aanbevelen. Meneer Van Swieten, nogmaals, u hebt geen vergunning. Ach, meneer, met die vergunning maken we het wel. Ik bedoel een vergunning om uw waren hier aan te prijzen. Maar doe ik dat dan? Ik krijg, eerlijk gezegd, de indruk. Oh, nou meneer, maar dan doe ik dat onbewust, hoor. Ja, u moet tenslotte begrijpen, ik sta zo'n hele dag in mijn winkel in de Kleistraat. Ja. Maar nu, meneer Van Swieten, de laatste vraag. Ja, meneer. Bent u nu tevreden? Nu u ook eens een keer voor de microfoon hebt gestaan? Ach, tevreden wel. Ja, u zegt dat net alsof het achteraf toch nog is tegengevallen. Nee, dat nou niet, meneer. Er is alleen één ding, hè, wat ik nou jammer vond. En dat is... Meneer Van Swieten. Nou, dat ik niet zo'n klein beetje reclame mocht maken voor mijn winkel op de hoek van de Kleistraat al hier. Geboren en deelt het aan het dorpje mee.
Maarten Govertszoon zal hij heten. Het klokje klept van overal. In de omtrek moet ieder weten dat men hem morgen dopen zal. Uit de toren klept zijn bim-bam, licht en opgewekt van toon. Allen weten dat zijn bim-bam klinkt voor Maarten Govertszoon. Klinkt omdat er weer nieuw leven in het oude dorpje daalt. Is alsof de oude toren voor dit leven pas geboren liefde en bescherming vraagt. Het klokje klept vrolijk in de toren van het vissersdorpje aan de zee. Want Maarten heeft zijn hart verloren. Hij bracht naar het dorp een bruidje mee. Zou de oude klok ooit vergeten te melden wat te wachten staat? Het is een vreugd om te laten weten dat Maarten Govertszoon trouwen gaat. Uit de toren klept zijn bim-bam, licht en opgewekt van toon. Alle weten dat zijn bim-bam klinkt voor Maarten Govertszoon. Klinkt omdat we jonge harten in hetzelfde ritme slaan. En zijn klingelklanken wensen zon en voorspoed aan veel mensen die in liefde samen gaan. Het klokje klept droevig in de toren van het vissersdorpje aan de zee. Een mensenleven ging verloren en klagend rouwt het klokje mee. En zijn klacht gaat rond door de straten en klopt aan alle deuren aan. Maarten Govertszoon heeft ons verlaten, hij is voor altijd heen gegaan. Uit de toren klept zijn bim-bam, donker en omvloerst van toon. Allen weten dat zijn bim-bam klinkt voor Maarten Govertszoon. Troostend zegt datzelfde bim-bam, Maarten Govertszoon is beloond. Als je uit mijn oude toren eens mijn stem niet meer zult horen, weet als hij waar liefde woont. Geen klokje tikt zoals het klokje thuis tikt. En geen klokje klept zoals het Angelus klokje klept. Kinderen zijn
kleine mannetjes, we kletsen met elkaar. En geven op wat anderen doen, ons leuter commentaar. Wij zouden het wel weten, als ik de baas maar was. We zijn gewone mannetjes. En we komen er niet aan te pas. Nee. Dag, Chris. Dag, meneer Kras. Dag, meneer Chris. Dag, meneer Kras. Dag, Kruimeltje. He, he. Daar zitten we weer. Daar zitten we weer met onze gekregen dassen en mijn prentenboekje. Chang E. Jack ook. Zijn vrouw is die das helemaal in Washington gaan halen. Hoe bedoel je dat, Kras? Heb je dat dan niet gelezen, mevrouw Chang? Gaan om hulp te halen, maar het heeft niet veel geholpen. Hé, ze zitten daar lelijk in China in de modder. De communisten die rukken, zegt, die rukken met 10 kolonnes op de regeringstroepen af. Ik dacht dat de communisten altijd maar 5 kolonnes gebruikten. Nou, dat klopt toch? 10 is dubbel 5. Vandaar dat ze daar zo domineren. Ja, en de Russen spelen de dubbel blanke onschuld. Zeg, heb je dat gelezen, Kras? In de oostelijke sector van Berlijn is het kauwgomkauwen verboden. Ze vinden kou Amerikaans. Gek, hè? Helemaal niet gek. Russen kauwen niet. Die slikken alleen. Heb je dat gelezen, Kras? Van die man die Sinterklaas met zand gegooid heeft? Die vent was natuurlijk stout geweest en die wou Sint zand in zijn ogen gooien. Goochemie jongen, wie was dat? Klaas Vaak natuurlijk, goochemie jongen. Die jeugd van tegenwoordig om te huilen. Van wenen gesproken. Er is er een advocaat, hè, en die heeft een nieuwe partij opgericht die het trouwen verplicht wil stellen. Het wordt verboden vrijgezel te wezen en dan willen ze vrijgezellen heel zwaar belasten. Dat vind ik helemaal niet zo gek. Dat moesten ze in Nederland ook doen. Trouwen of betalen, je geld of je levensgezellin. Ja, ja, en dan kan je kiezen tussen een lief ding of lief tink. Maar zeg, van kiezen gesproken. Nou, in Berlijn hebben ze gekozen. Ja, ze zeggen wel, er is kiezen of delen. Maar in Berlijn is het kiezen en delen. Ja, het ene deel kiest en het andere deel houdt de kiezen op elkaar. Nog er is over kiezen gesproken. Heb je gelezen dat ze op het jaarlijkse bal van de Verenigde Naties een Turks heervrouw hebben uitgeroepen tot Miss United Nations? Nou, dan hebben ze op één punt overeenstemming bereikt. Het is Miss United Nations. Helemaal mis. In Indië zijn ze het ook over één punt eens geworden. Over het menu van het afscheidsdiner van de minister. Ja, en dat hebben ze te danken aan de commissie van goede diners. Gewone mannetjes, we kletsen met elkaar. En geven op wat anderen doen, ons leuter commentaar. Wij zouden het wel weten, als ik de baas maar was. We zijn gewone mannetjes. En we komen er niet aan te pas. Nee. Was 9 heet de klok. In Rome had een bakker ons te pakken. Dit was 9 heet de klok. Door marmerpoeder deur zijn brood te bakken. Een schoonheidsspecialist zei daar komt niemand aan tekort. Dat marmerpoeder maakt je mooi, verwacht nu binnenkort. Dat voor patat en in ons brood zo'n smoes verzonnen wordt. Dit was 9 heet de klok. Dit was 9 heet de klok. In Oost-Berlijn is kauwgum nu verboden. Dit was 9 heet de klok. Daar dit niet strookt met Russische methode. Baas Stalin zegt waar wij de baas zijn wordt niet meer gekauwd. Daar heeft men maar te slikken ook al krijgt men het benauwd. Omdat men niets te slikken of te kauwen overhoudt.
Dit was negen, heet de klok. Dit was negen, heet de klok. Groot Mokum wil belasting niet verlagen. Dit was negen, heet de klok. Hoewel de bioscopen daarom vragen. Ze scheren over ene kam, vermaak ons en betaal. En niet alleen over een kam, ze scheren je zelfs kaal. De artiest die zonder werk ons zit geschoren helemaal. Dit was negen, heet de klok. Dit was negen, heet de klok. De UNO gaat de boel vandaag verdagen. Dit was negen, heet de klok. Op 1 april stelt men daar pas weer vragen. Het wordt nu in de assemblée wel haast vervaarlijk stil. Omdat men praten pas op 1 april hervatten wil. Maar dan wordt het ook vrede, ha 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 ha, 1 april. Dit was negen, heet de klok. En maar hopen. Dit was negen, heet de klok. Maar het zou een mop zijn. Dit was negen, heet de klok. Zet die klok stil. Dit was negen, heet de klok. En wel te rusten. Dit was negen, heet de klok. Dit was negen, heet de klok. Waaraan medewerkten Truus Koopmans met de klok van Arnemuiden, Katja Berndsen met het klokje van gehoorzaamheid, Marjan Vesseur, Han Keunig en Ben Steggerda in de schetsen, Jan van Ostade, begeleider Wil Hartingsveld met Brabantse klokken, Pierre van Ostade met Koekoek, 5 matrozen van het Haaks matrozenkorps onder leiding van Theo van Alferen met het Angelus, Harry Bronk, Wam Heskes en Alexander Pola in Kres, Kras en Kruimeltje, Guus Jansen aan de Vleugel en het amusementsorkest onder leiding van Klaas van Beek. Het programma werd samengesteld door Alexander Pola, Dieke van der Meer en Jan de Klei. Muziekregie Piet Lustenhouwer. Tekstregie Han Keunig. Geluidstechniek Hajo Gras en Kees Tondeur. Algehele leiding Jan de Klei.